De sloper heeft het asbest aan de binnenkant van het oude Vindicatpand inmiddels verwijderd. Aan de buitenkant zijn ze nog bezig. We zijn aan de buitenkant hebben wat extra asbest gevonden. Je ziet achter je, zie je hier en daar wat insnedingen bij de kozijnen. We hebben rondom de kozijnen wat metselwerk losgehaald. Daar zat nog wat asbest, dus dat hebben we nu verwijderd. En helaas troffen we vorige week nog weer wat asbest aan een asbesthoudende kit. Dat is onderzocht. Blijkt ook inderdaad dat er wat asbest in zit. Dus dat moet nog verwijderd worden. Dat zal in de loop van deze week gebeuren. En dan zou eigenlijk volgende week moeten we kunnen starten met het amoveren van het oude Vindicat, om het zo maar te zeggen. Het slopen? Het slopen, ja. De sloop van het vorige pand aan de oostwand, de Naberpassage, duurde langer dan gepland, omdat er telkens opnieuw asbest werd aangetroffen. Krijgen we nou weer dezelfde toestand hier? Nou, dat zou kunnen. Je ziet natuurlijk het totale metselwerk nog, wat er nu om de gevel zit. En bij de Naberpassage zat dat er ook nog. En dan, daar zagen we in feite dat de naden afgeplakt was met een asbesthoudende bitumensoort. Ik weet niet of dat hier ook zo is, want dat kom je pas eens tegen op het moment dat je het inderdaad ook gesloopt hebt, dat je bezig bent. En dat zou best kunnen, ja. De gemeente heeft het pand op asbest laten keuren toen de studenten er nog in zaten. Om echter precies te weten waar asbest zit, zou je moeten gaan breken. En dat kan pas na die tijd. Want je kunt het niet gaan doen op het moment dat de mensen in het pand zitten eigenlijk. En dat is eigenlijk wat hier nu aan de hand is. Dus na die tijd is er aanvullend asbestonderzoek geweest. En daar komen dus dit soort dingen naar voren. En dat is over het algemeen in dit soort situaties heel gebruikelijk dat het zo gebeurt. De verwachting is dat het slopen van het pand volgende week zal beginnen. In de bouwput op het forumterrein zijn de bouwers aan het werk met de onderste vloer. Ze brengen een laag zand aan waaroverheen straks de betonlaag wordt gestort waar de auto's overheen zullen rijden. Op de wand zijn de vloeren van de parkeergarage al afgetekend. En op de plekken waar straks veel gewicht op komt, maakt men extra stevige betonblokken, zogenoemde poeren. Eindelijk is het zover. Aannemer BAM bouwt het Groninger Forum niet meer omlaag, maar omhoog. Een mooi moment om even stil te staan bij de constructie van het gebouw. Maar eerst even op een rijtje wie nou precies wat doet. Het Groninger Forum is ontworpen door architecten van NL Architects en heeft een niet alledaagse constructie. Daarom is het constructiebureau ABT gevraagd om de constructie te bedenken. Dit ingewikkelde gebouw wordt nu gebouwd door aannemer BAM. En BAM contracteert voor deze klus tal van leveranciers en onderaannemers.
Om er zeker van te zijn dat alle leveranciers en onderaannemers uitgaan van de goede constructiegegevens van ABT en om partijen op elkaar af te stemmen, heeft de bouwer ook een constructeur in huis die als coördinerend constructeur werkt. En dat is Joris Hesselink. Maar wat is eigenlijk een constructie? Een bouwconstructie is elk onderdeel van een bouwwerk dat is bestemd om belasting te dragen. Dat kan bijvoorbeeld een vloer zijn. Of een raam. Of een draagmuur. Of een trap. Of een dak. Maar verplaatsbare elementen, zoals een aanrecht, een douchewand of een wc, behoren niet tot de constructie. Alhoewel die natuurlijk wel belast worden. En over welke belasting hebben we het dan? Onder belasting wordt verstaan elke oorzaak van krachten op of verwormingen in de bouwconstructie. Dus het eigen gewicht van een muur of een dak is een belasting. Het gebruik van een gebouw, zoals auto's in een parkeergarage, is een belasting. Mensen in een gebouw is een belasting. Kantoorinrichting is een belasting. Wind is een belasting. En sneeuw op het dak is belasting. Om er nu zeker van te zijn dat een gebouw veilig wordt gebouwd, hebben we in Nederland een bouwbesluit. Daarin staan normen waaraan de bouw moet voldoen. Dus normen over hoeveel belasting bijvoorbeeld een vloer voor een parkeerkelder moet kunnen verdragen. Bij een parkeergarage staat bijvoorbeeld in de norm dat je 200 kilo per vierkante meter moet berekenen aan veranderlijke belasting. Dat geldt dus voor die parkeervloer. Nou, als we even heel snel rekenen, een parkeervak is ongeveer 2,5 bij 5 meter. Dat betekent 10 vierkante meter. Keer 200 kilo per vierkante meter, dan mag een auto ongeveer 2000 kilo wegen. Nou, in het algemeen weegt de auto ongeveer 1000 tot 1500 kilo. En als daar nog eens 5 personen in zitten van totaal 500 kilo, komen we dus ongeveer op die 2000 kilo totaal voor dat ene parkeervak uit. De constructie van het Groningen Forum bestaat grofweg uit 6 delen. Ondergrond zitten de fundering en de parkeergarage. Bovengrond zien we links en rechts 2 grote betonnen torens die bovenin verbonden zijn door een brug die de torens ook uit elkaar houdt. Aan die torens zijn de verdiepingen vastgemaakt. De verdiepingen zijn van staal en bestaan uit kolommen en constructies van vakwerk. Nou, als we hier kijken naar eigenlijk een soort aanzicht, het constructieve aanzicht van het Groningen Forum, zien we hier eigenlijk overal kolommen terugkomen in deze lagen. Die zullen hier nu oplichten. Dus eigenlijk staan die staalvolumes, zoals we die noemen, die staan eigenlijk gewoon in kolommen. En hij wordt dus aan de kern vastgehouden, maar dat is puur voor de stijfheid van het geheel. Dus in tegenstelling tot wat veel mensen denken, dat het echt uitkragende volumes zijn die aan de betonconstructie hangen. Ja, dat is helaas niet zo. Ze staan wel degelijk op kolommen. Maar dat betekent dus dat er ook kolommen zijn die enorme krachten moeten opvangen? Ja, dat klopt. Gezien het geringe aantal kolommen eigenlijk voor de afmetingen van een gebouw, heb je echt ontzettend zwaar belaste kolommen. En dat zijn dus ook gigantische zware stalen profielen. De maatgevende kolommen die zitten eigenlijk vooral onder in het gebouw. Daar treden natuurlijk de grootste drukkrachten op. En dan vooral eigenlijk de kolommen die midden in het gebouw staan. Zoals hier bijvoorbeeld een kolom die middenin staat. Ja, die zijn ontzettend zwaar belast. De doorsnede van bijvoorbeeld dit profiel, nou, die zien we hier. Dat is een kolom die heeft een diameter dus van ongeveer 500 mm, maar een wanddikte van 9 centimeter, oftewel 90 mm. Nou, dat zijn gewoon ontzettend zware kolommen. Hoeveel dragen die kolommen? Die kolommen dragen ongeveer 3 miljoen kilo, zeg maar 3000 ton. Hier zien we dus eigenlijk het staalprofiel.
En die gaat naar beneden toe, komt er nog meer belasting bij, dus van de vloeren van de parkeerkelder. En daar gaat het profiel eigenlijk over in een staalbetonprofiel. En die zie je hier op het rechterscherm. Hier is eigenlijk een kolom met een breedte van een meter en een doorsnede van 60 centimeter. Waar vervolgens hele zware stalen profielen weer zijn ingestort. En dat allemaal puur gewoon om al die belastingen van het hele gebouw op een goede manier naar de fundering te brengen. Om nu te weten hoe sterk zo'n fundering moet zijn, berekent de constructeur alle belastingen die op het gebouw werken. Om een klein voorbeeld te noemen van gewoon een eenvoudig kantoorgebouw, noem maar even. Stel, ik zou een rechthoekige plattegrond maken. En ik zou in de hoeken kolommen neerzetten. Dus nu zie je iets in plattegrond. Hier maak ik een viertal kolommetjes met hier tussenin ook nog kolommetjes. Nu kan ik bijvoorbeeld in de gevel kan ik hier een balk gaan maken als constructief ontwerper. Dan zeg ik, ik wil hier graag een gevelbalk. En dan maak ik de vloeroverspanning in deze richting. Nou, ik weet ongeveer hoeveel in zo'n vierkante meter van die vloer, hoeveel dat weegt. Dat hebben we net gezien. Dat is een eenheid in kilonewton per vierkante meter. Nu weet ik ook dus dat de helft van die belasting, die gaat naar die kant toe, naar die gevelbalk. En de andere helft gaat naar deze gevelbalk toe. Vervolgens komt die op deze gevelbalk te staan, waarvan de helft dus weer naar die kolom gaat en de helft naar die kolom. Dus als ik dat zou schematiseren in aanzicht, heb ik kolommen met vloeren ertussen. Daarvan gaat dus de helft naar die kolom en de andere helft naar die kolom. Dus ik weet dat deze kolom ongeveer dit deel van de vloerbelasting opvangt. En dat deze kolom ongeveer dit deel van de vloerbelasting opvangt. Dus die is ongeveer twee keer zo groot dan die. Dus kort gezegd heb ik hier een kracht van 2F, waar ik hier 1F heb. Door deze gewichtsberekening, wat je dus eigenlijk maakt, want je weet het aantal verdiepingen van zo'n gebouw, weten we hoe groot deze kracht F is en hoe groot deze kracht F is. Als we nu de reactie hebben van een paal, bijvoorbeeld dit is, ik noem 10.000 kilonewton, en één paal kan 2.000 kilonewton hebben, dan weten we dus dat we hier 5 palen nodig hebben in de fundering. De constructie van het Groninger Forum is natuurlijk veel ingewikkelder om te berekenen. Op verschillende verdiepingen staan de kolommen bijvoorbeeld niet recht boven elkaar. Nou, hier zie je bijvoorbeeld deze gele kolom. Die draagt al belastingen vanuit het bruggebouw hierboven. Maar hier zitten op de 7e verdieping 2 bioscoopzalen in, waar het op de 5e verdieping 3 bioscoopzalen worden. Dus die kracht die wordt verdeeld in 2 richtingen, middels weer 2 kolommen. En die gaat hier dus verder weer naar beneden. En wat we bijvoorbeeld hier zien is dat in het auditorium in deze lijn geen kolom kon staan. Dus die wordt weer de andere richting in verdeeld in dit stalen profiel hier. En zo zoekt hij eigenlijk helemaal zijn weg eigenlijk naar beneden toe, dat hij op de goede manier naar de fundering wordt afgedragen. Om de belasting op elk element te kunnen berekenen, gebruikt ABT een rekenprogramma. De kracht die hier van boven komt, die gaat dus eigenlijk twee kanten op schuin. Ja. Dus je kan al voorspellen eigenlijk dat hier tussen die twee schoren een ligger zit, waar een hele grote trekkracht in zit. En juist, dat is juist het mooie van dit ontwerp, dat het in staal is gekozen, is dat dus die trekkracht op een hele goede manier door het staal kan worden opgenomen. Omdat staal is heel geschikt om trekkracht op te nemen, waar beton eigenlijk alleen maar drukkrachten kan opnemen. En dit berekende model. Kijk, de krachten kunnen zo inzichtelijk worden gemaakt. En hier zien we bijvoorbeeld in rood. Rood betreft een drukkracht, want die is negatief. En blauw betreft een trekkracht, die zijn positief. En hier zien we dus dat er een drukkracht van bovenuit de constructie komt, vanuit dus het bruggebouw. Die wordt hier twee richtingen opgesplitst en die willen eigenlijk allebei naar buiten toe. Dus die worden bij elkaar gehouden door een trekkracht in die blauwe staaf. En daarnaast gaat die kolom die gaat hier weer verder als een drukkracht in twee verschillende richtingen weer. Kijk, dan zul je ook zien dat bijvoorbeeld in deze staaf de verwachting is, die zit dus tussen die twee schuin in, dat hier weer een trekkracht in zit. Nou, en dat klopt, want die is weer blauw. In de constructie van het forum zit een aantal indrukwekkende oplossingen. Zo zou er eigenlijk midden op de inrit van de parkeergarage een kolom moeten staan. Hier is dus eigenlijk even heel kort gezegd een doorsnede. Waar dus deze kolom, die nu groen is, staat op deze oranje balk. Die hier in het diepwal ligt en hier op de kolom ligt. Want hier zit dus de hellingbaan van de parkeerkelder. Anders zou hier precies hier onder een kolom komen te staan. Nou, dat konden ze uiteraard niet. Dus hier zit een driedubbele stalen ligger eigenlijk in.
Hier zien we eigenlijk de kleurtjes even. Dit zijn ongeveer de zwaarste H-balken of staalprofielen die ongeveer in de wereld te verkrijgen zijn als de standaard staal. Nou, de dikte van de bovenlens is ongeveer 12,5 centimeter. Dus dat is gewoon, dat zijn gewoon hele forse stalen platen. Het gewicht van één zo'n strekkende meter lengte weegt meer dan 1000 kilo van één profiel. Dus dit samengestelde profiel weegt meer dan 3000 kilo per strekkende meter. Er komen ongeveer 5000 kilonewton op. Komt er overeen met 500 auto's, zeg maar, gerust. Naast neerwaartse krachten werken ook zijwaartse krachten op het gebouw. Zoals de wind op de gevel. Daardoor zal het gebouw bewegen. Hoe ver mag het gebouw uitzwiepen? Nou, volgens de norm is de gestelde eis 90 mm aan de top bij deze gebouwhoogte. En de daadwerkelijk optredende verplaatsing is ongeveer 60 mm. Dus ongeveer 2/3 van wat die mag. Maar daar moet wel bij worden gezegd dus dat een zeer conservatieve aanname is. Die waarschijnlijk in werkelijkheid nog veel minder is. Het ontwerp van het gebouw is gewoon ontzettend robuust. Dus het is gewoon echt uitgaan van een heel degelijk en robuust ontwerp. De betonkernen die zullen uiteraard een klein beetje vormen aan de bovenkant. Maar die blijven ver binnen de gestelde eisen die in de norm staan. En dat maakt gewoon het gebouw echt als een... Ja, gebouw die staat en echt nergens heen gaat. Is dit een grote klus? Het is zeker een hele grote klus. We hebben met BAM Utiliteitsbouw nog wel grotere klussen. Zo ben ik recent bij de NATO in Brussel aan het werk geweest. Ja, dat is een project qua vloeroppervlakte en qua aannemsom misschien wel 10 keer zo groot als dit. Alleen, eigenlijk is dat simpeler. Dit is complexer wat dat betreft. Wat vind jij ervan om dit te bouwen? Ja, fantastisch. Ik vind het... zoals gezegd, het is echt een leuke technische uitdaging om alles geregeld te krijgen. En dat maakt het gewoon gaaf.